Wim heeft bij ons gespeeld in verschillende soorten vieringen. Naast de gewone zondagsliturgie begeleidde hij ook vieringen op hoogfeesten en voor ons bijzondere feesten. Hij begeleidde de viering waarin een van onze medebroeders zich door professie verbond met de gemeenschap. Maar ook uitvaarten, we konden een beroep op hem doen. Hij speelde zelfs in de tijd dat wij 's avonds niet naar buiten mochten, dat wij een avondklok hadden en dat wij als kleine gemeenschap onder elkaar moesten vieren en toch graag een organist wilden. En ik heb een verklaring geschreven dat Wim bij ons moest werken. En toen zaten we met Anneke. Want Wim zonder Anneke bij ons, ja, dat was eigenlijk onmogelijk. Dus we hebben Anneke geprofessionaliseerd als zangeres. En ze heeft meegezongen. Maar steeds ervoer je weer dat Wim in de vieringen, in de muziek, duidelijk kon maken waar het om ging. Wim was, zo zei hij regelmatig, graag bij ons. Zo graag dat we hem vorig jaar op zijn verjaardag aan het eind van de viering waarin hij speelde, toe konden zingen. Op zijn verjaardag naar Hierden. Wij vonden het bijzonder. Hij vond het gewoon. Het was toch zijn beurt. En dit alles moeten we nu missen. Geen mens is onvervangbaar. Maar we zullen lang moeten zoeken iemand te vinden die Wim kan vervangen. En let wel, ik wil hierbij onze andere organisten die hier ook aanwezig zijn, zeker niet tekort doen. Nooit meer Wim en Anneke samen in de kapel. Wim achter het orgel, Anneke op de tweede rij aan de kant van de muur, haar vaste plaats. Weet, Anneke, dat je altijd hartelijk welkom bent. En dat naast het steun die je van je kinderen, je familie en je vrienden krijgt, ook wij er altijd voor je zullen zijn. Ik wens jullie allemaal, gesterkt door het geloof, dat de dood niet het einde is, maar dat we mogen vertrouwen op de verrijzenis, de kracht mogen ontvangen dit grote verlies te dragen en te verwerken. En voor Wim, begeleid met je fantastische spel het koor van de engelen die je zullen leiden naar het land van vrede en bevrijding dat ons is beloofd. Bedankt voor deze warme en persoonlijke woorden. Nog meer persoonlijke woorden, Wout van Veen, ik geef je graag als vriend het woord. Dierbaar maatje, lieve Wim. Over dit moment van afscheid hebben we al vrij snel met elkaar gesproken, nadat je wist dat je ziek was. Onomkeerbaar ziek. En telkens was er een stem in mijn hoofd die me vertelde dat ik hier zou moeten staan om kort wat woorden te zeggen tegen jou, over jou. Maar jouw dreigement hield me aanvankelijk wat tegen, doordat hij bij herhaling noemde, denk erom, ik wil niet dat iemand me ophemelt. En daar hoorde dat gebaar bij, dat kwam er vaak achteraan. Uiteindelijk kon je leven met een compromis, dat we wel mochten noemen welke steen je bij ons hebt verlegd in een rivier op aarde. Kijk, daar kon ik dan wel mee uit de voeten. Lieve Wim, vandaag kreeg je eindelijk je zin. Het was stil in de kerk.
Tot het moment dat de orgelklanken de stilte doorbrak. En het bleef stil. Vrijwel altijd, beste mensen, was dit een van de agendapunten tijdens het overleg van de orgelisten, zo noemden we ons elkaar. En meestal door Wim ingebracht, het gewauwel voor de dienst. Woord van Wim. Het gewauwel. Terwijl jij je best gaat doen om wat moois te spelen. Je hebt wel eens voorgesteld om voor de dienst de gemeente als volgt toe te spreken, voordat je naar het orgel zou lopen. Als u het niet erg vindt, dan moet ik u straks even lastig vallen om dwars door uw gesprekken heen te spelen. Jij verstond de kunst om muziek te maken in plaats van louter noten te spelen. En Erik Jan, die heeft ook nadrukkelijke aanwijzingen opgevolgd. Die heb gegeven hoe Schmoekedieg gespeeld zou moeten worden vandaag. Volgens jouw interpretatie van Bach. En hoe bijzonder, Wim. Het orgel werd een uur voor de dienst door Han opgeleverd na de renovatie. Jouw project. En zo ziek als je was, was je hier een paar keer wezen kijken. Dat opzichteren kon hij ook niet laten, Anneke. Jouw registratiekeuzes waren je persoonlijke handtekening en altijd verrassend. Vanuit de diepte der ellende tot de hoogste glorie. Ik heb die kunst van je afgeluisterd en afgekeken. Een steen verlegd. Wat mogelijk wat in de vergetelhoek is geraakt, is jouw muzikale creatie van het door Piet Brouwer geschreven levensverhaal van God en mensen, Vaya con Dios. Jij bent de componist van alle muziek. Zorgvuldig uitgewerkt voor veel instrumenten en koor. Geniaal. Maar wat hebben we er een studieuren in gestopt? Want enige perfectie was je ook niet vreemd. En? Als je speelt, speel dan op de tel. In de vele gesprekken met Anneke kwam herhaaldelijk naar voren hoe jullie gezin betrokken is geweest in de muziek. In bijvoorbeeld Kumbaya, Caprice, de kruispuntdiensten en koor in Lelystad en ga maar door. Je verzuchtte wel eens, net als ik overigens, dat begrepen we van elkaar. We deden het en we weten niet hoe en in welke tijd. Maar het kwam goed. En tegelijkertijd hebben we ons gezin daardoor tijdens de weekenden wel eens tekort gedaan. Je gezin en je kleinkinderen. Man, waar je ons altijd vol liefde en trots over vertelde. Wat een stenen verlegde jij in hun rivier en vervolgens zij weer in jouw rivier. Jouw opvattingen over het kerklied en de liturgie strak je nooit onder stoelen of banken. En tegelijkertijd ging je wel mee met nieuwe kerkmuziek. Als je nieuwe kerkmuziek moest spelen, bereidde je dat meer dan zorgvuldig voor. Al moest er niet te veel opwekking in de liturgie zitten. Opwekking noemde jij het overigens nooit. Het was happy-clappy muziek. Maar je deed het wel. Met dank aan YouTube om te weten hoe het echt gespeeld zou moeten worden. Naast maatjes als orgelisten bouwden we gaandeweg een diepere vriendschap op. Vaak gepaardgaande met smakelijke kook- en eetmomenten. Trouwens, ik hoop dat Anneke of de zonen de recepten hebben van de zogenaamde kroonspecials. Voor ons verminderde je, als wij kwamen eten, de sambal. Zelf deed je er altijd nog een schepje bovenop. Het zijn de kleine dingen die je doet. Na de dood van onze Jeroen waren jullie er. Steeds weer. Jullie bleven. Met open oren, open armen. Kleine gebaren, een huk. Kleine, grootse dingen. Groots. Stenen verlegd. Vorige week dinsdagavond gaven we elkaar nog een huk, Wim, voor we huiswaarts gingen. Na overleg met je gezin en Jeannette over dit moment. Niet te bedenken op dat moment dat het de laatste huk was.
We hebben veel intense gesprekken gevoerd over het leven in het andere weten, in het licht waar jij nu bent. In het licht waarin jij bent opgestaan. Jij weet wat wij nog niet weten. Dierbaar maatje, we zouden nog zoveel doen. Jij zou nog een keer met mij mee in de bus. We zouden zeker nog een keer gaan varen. En we zouden samen Nimrod van Elgar nog spelen. Met die prachtige intervallen en akkoorden en wisselingen van stormachtig fortissimo tot het fluisteren van een hele zachte wind. Wij communiceerden deze maanden vaak door middel van muziek. Meestal beluisterd in de stilte van de nacht. Die we vervolgens naar elkaar stuurden via WhatsApp. Muziek die onze gevoelens raakte. En de laatste die je me stuurde was The Saddest Noise. En er stond bij, moet je nou luisteren, mooitje. Hemelsmooi. Je verlegde opnieuw een steen in onze rivier. Dierbaar maatje, vaya con Dios. Tot later. Bedankt, Wout, voor deze warme en mooie woorden. We gaan ook luisteren naar dat lied. Het lied De Steen van Bram Vermeulen, uitgevoerd door Wout en Jolanda samen. Thank you.
Wij lezen vanmorgen een gedeelte uit de Bijbel. En we vallen eigenlijk midden in een groter verhaal, namelijk het verhaal over de profeet Elia. En Elia die heeft, zeg maar, Gods werk gedaan op aarde, maar op een gegeven moment dan zit hij er doorheen. Hij ziet het niet meer zo zitten, hij weet niet meer zo goed welke weg hij moet gaan. Hij baalt een beetje van hoe dingen zijn gegaan, de keuzes die hij ook zelf heeft gemaakt. En dan op een gegeven moment dan trekt hij zich terug op een berg in een soort spelonk. En daar zit hij als wij het verhaal als het ware binnenkomen. Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden: Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde: Ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar in die windvlaag bevond de Heer zich niet. Na de windvlaag kwam er een aardbeving. Maar in die aardbeving bevond de Heer zich niet. Na de aardbeving was er vuur. Maar in dat vuur bevond de Heer zich niet. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. Toen klonk er een stem die tegen hem zei: Elia, wat doe je hier? Tot zover de lezing. Zalig zijn zij die het woord van God horen, bewaren in hun hart en ernaar leven. Wij gaan samen luisteren naar het lied wat Wim eigenlijk als laatste aan Wout heeft gestuurd. The Saddest Noise. Thank you.
Geliefde Anneke, familie en vrienden, gemeente van Christus. Waar stilte voor de een iets heel ongemakkelijks heeft, is het voor een ander juist een moment van vrede voor de ziel. En dat laatste was voor Wim het geval. En toen ik daar bij de voorbereidingen voor vanmorgen over nadacht, toen bedacht ik me dat het ook wel begrijpelijk is dat Wim de stilte zo kon waarderen. Want een klank bestaat omdat stilte bestaat. Muziek bestaat omdat stilte bestaat. Een klank kan de stilte breken, maar een klank kan de stilte ook juist verdiepen. En met klanken had Wim iets, ook iets, nou ja, iets. Het was zijn passie. Het was zijn lust en zijn leven. Hij stopte er heel zijn ziel en zaligheid in. Hij bouwde thuis zijn eigen huisorgel. Hij speelde in kerken en hij was, zoals Wout al vertelde, de afgelopen weken ook hier te vinden toen het orgel gerenoveerd werd. Hij was het liefst elke dag gegaan, maar dat kon niet. En vandaag klinken de klanken van dit orgel voor het eerst weer helemaal compleet voor hem. En Wim zijn orgelspel, zo vertelde hij me tijdens een van onze gesprekken de afgelopen tijd, dat was voor hem ook niet zomaar het doen van een kunstje. Nee, zei hij, het gaat veel dieper. Het heeft alles te maken met bezieling, met spiritualiteit, met zijn geloof. Als hij achter het orgel zat, dan deed dat iets met zijn ziel. En terugkijkend op Wim zijn leven waren er nog veel meer dingen die hij deed met passie. Hij stond jaren voor de klas in het lager onderwijs. In zijn vrije tijd knutselde hij graag aan allerlei brommers en dingen en scootertjes volgens mij. Hij hield van koken en ook zijn liefde voor bootjes was enorm groot. Tot aan het eind. En als Wim ergens voor ging, dan ging hij ook ervoor. Je wist daardoor wat je aan hem had. En je wist ook wat hij ergens van vond. Want dat stak hij niet onder stoelen of banken. En vorige week dinsdag hebben we samen met Wim dit moment nog kunnen voorbereiden. En ergens aan het begin van dat gesprek gooide Wim opeens een vraag op tafel. Wat is oorverdovende stilte? Dat had hij zich onlangs afgevraagd. Ja, we dachten er samen wat over na. We spraken erover. En we kwamen niet echt tot een alomvattend antwoord. Maar dat gaf ook niet, zei Wim. En toen we later dus spraken over welke Bijbeltekst we vanmorgen hier zouden lezen, toen kwamen we dus uit bij die tekst van Elia. Uit 1 Koningen 19, het gedeelte wat we net samen hebben gelezen en waarin het ook ging over stilte. Elia die gaat door een moeilijke periode heen. Hij weet het allemaal niet zo. Alles wat vanzelfsprekend was in zijn leven is in een ander licht komen te staan. En Elia worstelt daarmee. Hij heeft net 40 dagen en nachten rondgezworven en nu zoekt hij zijn toevlucht in een spelonk bij de berg Horeb. Hij kruipt als het ware veilig in zijn rots terug, in het donker. En de afgelopen maanden is het leven van jullie, van Wim en van jullie Anneke en de kinderen ook opeens in zo'n ander licht komen te staan. Opeens waren er die onderzoeken, was er dat bericht. Wim bleek ernstig ziek. Een bericht waardoor alles stil viel. Wat alles in een ander licht zette. Het zorgde dat jullie je terugtrokken
In jullie veilige spelonk, in jullie huis. En dat jullie worstelden. Het moesten uithouden tussen wanhoop en hoop. Tussen geloof en ongeloof. Tussen leven en dood. Maar waar Elia alleen in die spelonk zat, daar zaten jullie samen. Als geliefde, als gezin. Een van onze eerste gesprekken, Anneke, zeiden jullie, wij zijn samen ziek. En jullie deden het samen. De hele weg met jullie kinderen en kleinkinderen dichtbij en op afstand. En in dat samen zagen jullie ook Gods zegen. Dat er zoveel voor jullie gebeden werd. Dat er zoveel kaarsjes op de wereld aangestoken werden. Dat er zoveel kaarten en berichtjes kwamen. Kleine zegeningen van God, zei Wim dan. En bij Elia in die spelonk, daar klinkt opeens ook een stem van God. Wat doe jij hier, Elia? God zoekt Elia op de plaats en in de situatie waar hij is. En nadat Elia God dan verteld heeft over zijn situatie, dan zegt God, joh, kom eens uit die spelonk en kom eens voor mij staan. Toon jezelf eens aan mij. Maar Elia die doet dat niet, die blijft zitten waar hij zit. Het voelt een beetje alsof Elia zichzelf, zijn worsteling, zijn verdriet en zijn pijn, alsof hij dat niet kan laten zien, alsof hij dat niet durft te laten zien. Herkenbaar misschien ook wel. Wat er zich afspeelt in de spelonk, in je eigen veilige grot, dat wil je niet altijd laten zien aan een ander. En dan, terwijl Elia binnen zit, gebeurt er buiten van alles. Het klinkt en voelt woest en groots. Er is een windvlaag, rotsen vallen aan stukken. De aarde beeft, er is een verterend vuur. Heftigheid alom, de klanken van het orgel. Als Wim daar zat, zou hij het prachtig kunnen nadoen. Maar, zegt de tekst dan, de Heer was in dat alles niet. En dan, opeens, na al die heftigheid, is er het gefluister van een zachte bries. Of iets anders vertaald, het zuizen van een zachte stilte. Het zuizen van een zachte stilte, zo'n moment waarbij je even je adem inhoudt. Zo'n moment waarbij je weet, er hoeft maar één klank te zijn die je doorbreekt. Zo'n moment wat je eigenlijk alleen maar kan voelen. En dan stapt Elia uit die spelonk en hij voelt het, dit is God. Hier in die zachte, zuizende stilte, aan deze zachte, zuizende stilte, kan ik mijzelf, kan ik mijn verdriet en kan ik mij lijden toevertrouwen. En dan komt Elia naar buiten. Wim hield van het leven. Hij wilde ook graag nog leven. Er is nog zoveel moois, zei hij dan. En ergens diep van binnen bleef hij ook hoop houden. Maar Wim vertrouwde er ook op dat hij na dit leven zichzelf mocht toevertrouwen aan het zuizen van de zachte stilte. Ik ga naar het licht en dat is goed, zei hij in een van de eerste gesprekken nadat hij het bericht had gehoord dat hij ziek was. Wim is naar het licht. Want waar wij moeten loslaten, gaat God verder met de mens die hij eens geschapen heeft. Dat mogen we ons voor ogen houden. En met dat vertrouwen mogen wij, mogen jullie ook verder gaan. En wij, jullie, met ons verdriet en onze pijn,
ons verhaal en ons worstelen. Want worstelen zal het best wel zijn, hè, om verder te gaan moeten zonder een vader of een opa en een man waar je zo zielsveel van houdt. Maar hoe het ook zal gaan, ook jullie mogen jezelf toevertrouwen aan het zuizen van de zachte stilte. Wij mogen onszelf toevertrouwen aan de stilte. Onze door laten raken, onze door laten omarmen. We mogen ons toevertrouwen aan het licht. En we mogen erop vertrouwen dat Wim nu is opgenomen in het zuizen van de zachte stilte. Dat die hem draagt. Dat die daar veilig is. En ook wij mogen daar onze veiligheid bij zoeken. Het is zoals een gedicht van Guillaume van der Graft zegt. Maar als hij er niet was en zijn stem was er niet, dan was er van stilte geen sprake. Alleen maar van zwijgen, zo hard als graniet. En dat kan je dood eenzaam maken. Maar de stilte, dat is een tweestemmig lied, waarin God en de mens elkaar raken. Amen. Dat kleine beetje zon waar je al wekenlang op wacht. Of die uitgestoken hand die je van hen niet had verwacht. Dat kleine bosje bloemen en precies op dat moment. Die onverwachte brief als je alleen of eenzaam bent. Het zijn de kleine dingen die zijn de kleine dingen die je doet. Het zijn de kleine dingen die je doet, die je doet. Het zijn de kleine dingen die je doet. Die kinderstem die kleur geeft aan een grijze saaie dag. Dat onverwacht gesprek toen je het allemaal niet meer zag. Het was even net als vroeger en je kreeg weer een ballon. Het geeft je leven kleur, er is ineens een beetje zon. Het zijn de kleine dingen die je doet, die je doet. Het zijn de kleine dingen die je doet. Het zijn de we maken veel te veel misbaar. We praten wel, maar luisteren nog zelden naar elkaar. We kijken naar één punt en veel te weinig om ons heen. We zien geen kleine dingen en dus blijven we alleen. Het zijn de kleine dingen.
De kleine dingen die je doen, die je doen, zijn de kleine dingen die het doen. Laten we samen bidden en danken. Heer onze God, u willen wij danken voor het leven van Wim Kroon. Wij danken u voor wie hij was als man, vader, opa, broer, vriend en medemens. Wij danken u voor zijn leven, voor zijn zorgzaamheid, zijn inzet en zijn humor. Voor zijn muzikale talenten, zijn passie en zijn vriendschap. Voor alles waar hij goed in was. Voor de liefde die hij heeft gegeven. We zijn dankbaar dat er de laatste tijd zoveel mensen rond Wim en Anneke en hun gezin hebben heen gestaan. De vele kaarten, berichtjes en lichtjes waren als kleine zegeningen. Wij danken u vanmorgen ook in het bijzonder voor klanken en muziek en voor de stilte. Heer God, wij bidden u voor iedereen die Wim nu missen. Wilt u meegaan met zijn vrouw Anneke? Wilt u meegaan met Rob, met Luc, Joyce, Nicky en Mike? Wilt u meegaan met Arjan, Lizzie en Katie? Met Jeroen, Vera, Mila en Finn? Wilt u meegaan met zijn verdere familie en vrienden die hem missen? Ga met hem mee in hun verdere leven. Draag hen in hun verdriet en gemis. Zegen hen met mooie en liefdevolle herinneringen die ze samen mogen blijven delen. Die kracht mogen geven en liefde doet opborrelen. En geef dat er de komende periode liefdevolle mensen op hun pad mogen blijven komen, die een stukje met hen meelopen in deze moeilijke tijd. Geef dat zij en wij allen mogen weten dat u de kracht bent die ons draagt. Dat u ons liefdevol en zorgzaam nabij bent. En schenk ons het vertrouwen dat Wim door de dood heen gebogen is bij u. En dat ook wij met ons verdriet en gemis, met onze dankbaarheid, ons aan u mogen toevertrouwen. Heer, houd ons dicht bij u en elkaar, dat we de hoop altijd mogen blijven houden. De hoop dat liefde sterker is dan de dood. Het geloof dat u het bent aan wie wij onszelf mogen toevertrouwen in leven en sterven. En bidden we dan een ogenblik in stilte wat onszelf bezighoudt en beweegt en onze gedachten aan Wim wil verwoorden. En bidden we samen met de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. In tot de eeuwigheid. Amen. Wij luisteren samen naar een muziekstuk van Nimrod, wat Wim voor vanmorgen heeft uitgekozen. Thank you.
Wij zullen met de absoute, een katholiek gebruik, waar Wim speciaal om gevraagd heeft, wat hij bij ons in de kapel meerdere malen heeft meegemaakt, afscheid nemen van Wim. Mag ik u vragen daarbij te gaan staan? Getooid met licht en bloemen staat het dode lichaam van Wim Kroon hier in ons midden. Licht van hoop, bloemen van dankbaarheid. We willen eer brengen aan dit lichaam, om de mens die geleefd heeft, geademd en liefgehad. We zullen water sprenkelen, zoals aan het begin van het leven bij de doop van Wim ook water werd uitgegoten. Zo sprenkelen we ook nu levend water als teken van ons geloof dat deze mens, Wim, voortleeft in Gods aanwezigheid. En we branden wierook uit eerbied en dankbaarheid voor Wim, die zijn eigen beeld van God was. Dit lichaam was een tempel van de Heilige Geest. Dat Wim ons mogen voorgaan naar het land van vrede en bevrijding dat ons is beloofd. Als we deze ruimte verlaten en het lichaam van Wim uit handen geven, vertrouwen we Wim toe aan de zorgende hand van God. Laten we op weg gaan in vrede en dankbaarheid. We zijn aan het einde gekomen van een bijzonder moment deze morgen. Met een glimlach en een traan denken we aan de vele herinneringen
En dankbaar en in geloof denken we aan wie Wim was in zijn leven, wie hij was voor ons. We mogen van hier gaan, onze weg weer zoeken in het leven. Maar wij mogen gaan in ons verdriet en ons dankbaarheid, gedragen door de zegen van de Heer. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u en jou vrede.